We kijken naar de Spaanse tegen Noord-Koreaanse. In de klasse tot 52 kilogram. De lichtste vrouwenklasse vandaag. Jo uit Noord-Korea. Tegen Carrascosa uit Spanje. Ana Carrascosa Zaragoza heet ze officieel. Zevende in Peking. En won dit jaar in eigen huis de World Cup in Madrid. Ze zijn een beetje aan het aftasten en aan het graaien. Als ze dat te lang doen, dan kunnen ze allebei bestraft worden. Om het gevecht, doordat ze het gevecht ontwijken. Carrascosa is Europese top. Dit jaar tweede op het EK. Vorig jaar was ze Europese kampioene. Kijk naar dat verbeterde gezicht van de Spaanse bij die comicata, bij het pakkingsgevecht. Dat gevecht, de Noord-Koreaanse pakt diep in de nek. De rechterarm. Mate. Het is een belangrijk onderdeel van het judo, het pakkinggevecht. Judo voor de Noord-Koreaanse. Judo is een straf. En die ziet u dan ook verschijnen op het scorebord linksboven. Noord-Koreaanse judo en vanuit de nek probeert hier een beenworp te maken. Grondgevecht. Probeert een shankaku te maken. Een verwurging met de benen. Koreaans heeft in de nek vast. Staan gebogen. Sterke Koreaanse. Maakt een veeg, brengt hem zo naar de grond. Er komt een straf aan wegens passiviteit nu voor de Spaanse. Stand op het bord is volledig gelijk. Je beide vanuit de nek. Been, Kata Karuma. Mate. Bijna 3 minuten gejudood in deze partij om de bronzen medaille. Andere bronzen medaille gaat naar Romy Tarangul. Je hoort het gejuich. De Duitse verslaat op de andere mat. De Chinese. Brons voor Duitsland. Romy Tarangul. Eens kijken wie zich naast haar mag opstellen straks op het erepodium. Altijd 2 bronzen medailles bij het judo. Dat komt door de herkansingen. Beide zijscheidsrechters geven een rolletje aan. Dat betekent dat de Noord-Koreaanse nu een rolletje krijgt wegens passiviteit. En dat heeft invloed op de score, want 2 straffen is een yuko. De Spaanse staat nu voor. Het is een beetje een rommelige partij. Waar er geen grote aanvallen gebeuren. Het is een hele gesloten wedstrijd. De Spaans probeert met kleine aanvalletjes de Noord-Koreaans op straffen te krijgen. Hij staat daarmee nu voor. Hachime, ruim 1 minuut. Noord-Koreaanse gaat aandringen. Dus
Spaanse controleert de mouw, de rechtermouw van de Koreaanse goed. Van nu op de grond proberen door te gaan, wat tijd te rekken. Gaat te zien dat je actief bent op de grond. Mate, 56 seconden. Noord-Koreaanse coach ziet dat zijn pupil weer een straf krijgt. We weten niet waarom. Hij gaf aan naar de grond zonder techniek. En hier de aanval van de Spaanse. Ja, mooi. Ippon. Ana Carrascosa, Zaragoza uit Spanje. Zij pakt de bronzen medaille in de klasse tot 52 kilogram. Samen met de Duitse Taragol zal zij zometeen op het podium verschijnen. Wij wachten nu op de finale. En de finale gaat tussen de Japanse Nakamura en Bermoy uit Cuba. En van Nakamura, met Nakamura maken we even kennis. Misato Nakamura. Kenners kwalificeren haar als groot talent in de categorie tot 52 kilogram. Haar belangrijkste prestatie tot nu toe boekte ze vorig jaar bij de Spelen in Peking. Daar won ze de bronzen medaille. Ook dit jaar was ze erg succesvol. Ze werd derde in Parijs, won goud in Hamburg en ook goud in Moskou. Nakamura is een debutante op een WK judo. Ze behoort tot de kanshebbers. Misato Nakamura. We kijken nog even naar het punt van de Spaanse. Ja, mooie Katakuruma. Ze duikt naar de knieën. Pakt het verste been van de Noord-Koreaanse. En loopt haar uiteindelijk omver. En gaat helemaal met haar eigen lichaam mee. Ze heeft controle over het lichaam van de Noord-Koreaanse. En brengt er zo.